Goedemiddag. Naast me staat de burgemeester. En welkom burgemeester op onze school. Voordat ik met de vraag ga beginnen, wil ik eerst mezelf voorstellen. Kate Eberhard, ik zit in groep 6. En we hebben met deze kinderen en met de meester vragen voor u gemaakt. En ik wil u zo meteen gaan interviewen. En als u het goed vindt, gaan we beginnen. Dat is heel goed. Ik vind het heel mooi dat ik voor jullie station kan verschijnen. Cosmicus station. En kunt u ook vertellen misschien wie u bent? Ik ben Jozef van Aartsen en ik ben burgemeester van Den Haag. Heel erg bedankt. En gaan we nu beginnen met de vragen. Wat betekent respect voor u? Ik heb net op de muur geplakt, jullie mooie muur, respect voor andere geloven en andere culturen. En dat is denk ik heel belangrijk in een samenleving waarin we in Nederland leven en in de stad Den Haag. Dat moeten we hebben, want dat helpt ook om een mooiere samenleving te krijgen. En gaan we door met de volgende vraag. Hoe vindt u het om burgemeester te zijn? Oh, dat is fantastisch. En ik vind het ook heel vreselijk eigenlijk dat ik afscheid moet nemen. Maar ja, de regels in Nederland zijn nou eenmaal zo dat je op een moment niet meer burgemeester kan zijn. Als je 70 wordt, en dat word ik volgend jaar. Dus ja, dan moet ik weg. Heel erg jammer dat u afscheid moet nemen. Dan gaan we door met de volgende vraag, burgemeester. Is respect voor iedereen hetzelfde en waarom? Ja, waarom? Omdat het belangrijk is dat je met elkaar het een beetje plezierig hebt. En of dat nou op het schoolplein is, of in de stad Den Haag, of in Nederland, of in de wereld. Dat zeiden jullie ook, respect is ook respect hebben voor de wereld. En voor de aarde onder andere. Een duidelijke antwoord, burgemeester. En gaan we door met de volgende vraag. Weet u al wie de nieuwe burgemeester wordt en heeft u die zelf gekozen? Ik weet helemaal niet wie de nieuwe burgemeester wordt. Dat wordt pas bekend aan het begin van volgend jaar. Maar de burgemeester die weggaat heeft helemaal niks te vertellen over wie na hem komt. Dat is een zaak van de gemeenteraad van Den Haag. En die moet ergens begin volgend jaar een besluit nemen. Oh, want we waren eigenlijk best wel benieuwd voor die vraag. Want iedereen was echt super benieuwd van wie wordt de nieuwe burgemeester. Ja, ben ik helemaal met je eens. Ik ook. Ik ben even nieuwsgierig. We gaan door met de volgende vraag. En die vraag is een beetje tip voor de school. Hoe wij ons kunnen een beetje gedragen. Hoe kunnen wij op school laten zien dat we respect hebben voor elkaar? Nou, onder andere door elkaar niet te pesten. Door een beetje te snappen als je soms denkt, nou, hij of zij vindt niet zo'n leuke jongen of leuk meisje. Dat je dan niet iemand nare dingen aandoet. Dat gebeurt de laatste tijd wel heel veel. Vast niet op deze school. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dat niet te doen. En dan heb je het volgens mij net een beetje beter met elkaar. Wat hier op school telt, telt ook in de rest van de samenleving en voor je rest van je leven. Heel erg bedankt, burgemeester. Hopelijk de kinderen die dit zien begrijpen wel dat ze niet moeten pesten. We gaan door naar de ene laatste vraag. Wat is de moeilijkste keuze die u ooit moet maken als burgemeester? Oh, dat is wel heel moeilijk om daar een voorbeeld van te geven. Want het gekke is dat je zoveel soms moeilijke beslissingen per dag moet nemen. Dat ik niet zo 1, 2, 3 zou kunnen zeggen, dat is het allermoeilijkste. Misschien moet ik nog een keer terugkomen bij jullie tv-station om dat een keer uit te leggen.
We komen aan bij de laatste vraag, burgemeester. En dat is, het kan er eigenlijk maar één zijn, maar wat is de leukste school waar u tot nu toe bent geweest? Deze school. Maar er zijn natuurlijk heel veel scholen waar ik ben geweest. Maar ik heb wel heel veel respect voor de manier waarop deze school werkt en denkt. Die antwoord had ik ook in mijn hoofd. Ik wist echt zeker weten dat het deze school was. Jij moet burgemeester worden. Nee. Zullen we dat zo doen? We hebben dat ook meteen. Heel erg bedankt voor uw antwoorden. Het waren echt super duidelijk. Hopelijk zien we u nog een keer. Tot ziens, burgemeester. Dankjewel. Ik hoop hier ook nog weer eens een keer langs te kunnen komen.